ACT helpt graag bij uitvoering stappenplan grondrechten. Wij ondersteunen dit proces graag. Wij willen helpen, we zijn geen obstructie. Aldus Minu Parahu, directeur van het Amazon Conservation Team ACT Suriname, over de uitvoering van het stappenplan grondrechten. Ze heeft op woensdag 8 mei, bij een bezoek aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling, de rapportages van 3 dialoogsessies in het binnenland en in de kustvlakte overhandigd aan minister Edgar Dikan. De bewindsman voert de supervisie over het door hem in december 2018 geïnstalleerd managementteam, secretariaat en technische commissies. Deze zijn belast met de uitvoering van het stappenplan. Het hoofddoel van het stappenplan is een breed gedragen Surinaams model van wettelijke regeling te creëren voor de grondrechten van inheemse en tribale volkeren. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.